Ik ben in 2009 afgestudeerd. Ik wou voor mezelf beginnen. Mijn vader heeft een eigen bedrijf en ja, gewoon gestart. Het is echt mijn trots. Ik maak kleding op maat voor mijn klanten. Ik heb een vaste collectie Engel. Ik heb een extravagante lijn, collectie Hart. Een paar jaar geleden, toen zag ik het niet meer zitten. Ik was gewoon overwerkt. Ik kon amper rondkomen. En werkte 6-7 dagen in de week. En dan gewoon echt hard. Ik ben toen naar gemeente Arnhem gegaan. Er was een hele lieve dame en die zei, ik ga je helpen. Iemand die gewoon even meekijkt en meedenkt over hoe ik dingen beter kan aanpakken. Wat het voor mij heeft betekend is dat ik weer op adem kon komen en daardoor weer mijn horizon kon verbreden in plaats van spartelen en overleven. Ondernemers hebben het echt wel lastig. Hallo! Hallo. We hebben de straat onderverdeeld in kleine clubjes en we houden elkaar in de gaten. Gewoon om te kijken of het goed gaat. Ik denk dat je in het begin misschien helemaal niet zo goed doorhebt dat het misgaat. Je bent gewend dat het gewoon met golven gaat. Maar soms ga je te ver. Als je al verdronken bent, kom je niet meer boven. Dus het is heel belangrijk dat als je merkt dat je naar beneden zakt met je bedrijf, dat je dan aan de bel trekt. Omdat je anders veel te grote stappen weer moet maken om een beetje erboven op te komen. Ik raad iedereen aan om op tijd hulp te zoeken, want nou ja, goed, bij mij heeft het ook heel goed geholpen.